De Vlaamse voedingsbedrijven worden vandaag de dag geconfronteerd met heel wat onzekerheden. Denk maar aan de energiecrisis, impact van de duurzaamheidsdoelstellingen, ook de impact van de consument, de consument die mondiger wordt, die ook andere eisen stelt. En bedrijven moeten daar altijd flexibel op kunnen inspelen. Vanuit Flanders Food geloven we sterk dat een doorgedreven digitalisering een middel is om aan al deze uitdagingen een antwoord te bieden. Technologie is hierbij nodig als een fundering. Zonder een goede onderlaag en een goede structuur kan je niks meten. Dus technologie is in eerste instantie een enabler, laat ons zeggen. En van daaruit kan je dan groeien. Kan je innovatievere projecten aanvatten, kijken naar predictieve zaken en dergelijke om dus echt in te spelen op die veranderende noden. Wat we daarin zien is dat die digitalisering en die duurzaamheidstransitie eigenlijk hand in hand gaan. Digitalisering is dan een middel om een aantal duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen bereiken. Enerzijds proberen we bedrijven te adviseren of te begeleiden in de procesverbeteringen. En anderzijds bieden we ook de technologie aan en het traject, het technologisch traject, om die zaken te realiseren. We zien ook meer en meer de trend naar innovatieve technologieën. Ik denk aan Internet of Things, aan artificial intelligence enzovoort. Die dus meer en meer ook in de voedingsindustrie een plaats krijgen vandaag. Heel concreet werken we bijvoorbeeld rond twee projecten. Eén traject is rond waste management. Een tweede is rond hoe artificiële intelligentie in een bedrijf kan helpen om zaken meer predictief aan te pakken. We zien ook dat bijvoorbeeld dat er een aantal nieuwe retailers zijn, dat er omnichannel kanalen komen, waardoor de noodzaak om snel te leveren, om snel nieuwe producten te introduceren en dergelijke, dat die ook sterk vergroot. Wat dat dan een druk legt op heel de wendbaarheid van het bedrijf. We zien dat samenwerking tussen bedrijven ook wel meer en meer toeneemt. Bijvoorbeeld rond heel de CO2-problematiek zien we dat bedrijven positief staan ten opzichte van een uitwisseling van gegevens, maar waar toch een aantal bedrijven ook de voordelen beginnen zien van openheid.